Goeiedag collega. Ja, goeiedag. Hey, wij zien geen kentekenplaat op die auto. Wil jij eens even kijken of jij hem wel ziet? Ik kom eens even kijken. Toppie. Kijk, daar zo boven de uitlaten in het gekke vakje, of hoe je dat noemt. Ik zie echt helemaal noppes. Nou, hij zit helemaal daar zo. Zwart met geel. Nee, hij zit niet voor. Voor heb ik er geen even op mij. Zie je hem, collega? Nee, ik zie hier ook niks zitten. Jawel, hij zit daar. Oké, maar... Dus mensen die niet in de auto hebben gezeten, die kunnen hem niet zien. En mensen die wel in de auto hebben gezeten, die kunnen hem wel zien. Nee, ja. als ik wil, kan ik misschien in het blokpak rijden. Dan ga ik wel even... Heb ik toestemming om even in de auto te zitten? Voor mij wel, ga erin. Ik zie ook. En ermee wegrijden. Ziet u, meneer? Staat er gewoon. Nou, ik zie nog steeds niks. Moet. Geeft, laat maar gewoon doorrijden, zeg maar dat het in orde is. Nou, jullie mogen er maar... Hey, ga dus even van mijn politiebusje af. Vind je dat normaal? Oh, sorry. Nou, rijd er maar voor mij verder. Maar als ik hem straks nog een keer zie... Nee. Zonder kentekenplaat. Ik ga hem in de garage doen, dan haak ik hem eruit. En dan ga ik je opbellen, ja? Ja, maar neem me nog ineens. Maar oké. Dan bel ik wel naar 1 en 2. En dan nee, dat mag niet. Je mag geen valse meldingen doen. Dan wil ik geen noodmelding maken. Dat mag niet. Want ik kan geen 0900-8804-6404 bellen. Ja. Ja, jawel. Succes, man. Nee, snoepjes weer. Kijk, Steve. Ben jij Steve? Nee, jij bent Steve niet. Even kijken naar Tato's. Is dit Steve? Dit is Steve niet. Nee, ik ben geen Steve. Kan jij Steve hulp halen? Nee, ik kan zelf ook wel even voor je kijken. Oh ja. Kijk, er zit gewoon een kentekenplaat op. Ja, je hebt helemaal gelijk. Daarnet zagen jullie hem niet, maar nu zien jullie hem wel. Klopt, ja. Dus met mij, moet je maar in het safe zetten, mijn auto is af en toe een beetje raar. En dan zie je hem soms niet, en soms zie je hem wel. Ja, geen probleem. Leuke auto, hè? Kutding. Het is verder wel een mooie bak, ja. Het is een... hij zegt een GT3 RS, dat eigenlijk in de winkel heb ik al als 911 gekocht. Oké, netjes. Een oplichting, hè? Nou. Ik zou wel terugvragen als ik jou was. 9-11 is beter. Nou, zeg maar tegen Steve dat hij een mooie kenteken 68RHG174 op staat. Ik zal het doorgeven. Mooi! Goed, heren, fijne dag. Nou, gaan wij lekker wegrijden met 130 over de snelweg. Succes ermee. Hoi, hoi. Hoi, ja. Nou, dan ga ik echt snel... Nou, nee, daar? Die gaan we met de knuppel tegen mijn auto aanslaan. Ja, politieagent. Ja, hij heeft knuppel bij. Hij heeft knuppel bij. Politieagent. Deze man heeft mij net doodgeslagen. Hij heeft de knuppel in zijn hand. Meneer. Ja, hij slaat de knuppel tegen mijn auto aan. Hij heeft mij doodgeslagen. Meneer. Fouilleer hem. Wat voor mij fouilleren, joh. Waarom ik... Meneer, hij heeft de knuppel in zijn hand. Hij heeft mij voor niks geslagen, meneer. Deze meneer daar, met de masker. Hij heeft mij geslagen. Fouilleer hem. En de ambulance moest komen. Deze meneer hier. Goed, u had gebeld? Ik had gebeld. Ja, ik had gebeld. Hij heeft mij geslagen. Met mijn handen in de lucht. Oké, top. Want de melding was dat ik bedreigd werd door een man. Ja, dat klopt, hè? Oh, sorry man. Dat klopt, hè, die melding? Ik vind het niet normaal. Ja, dat klopt. Hij loopt met zijn hokkenknuppel tegen mijn auto aan te slaan. Nee, meneer. Terwijl ik in mijn auto zit. Heeft u schade aan het voertuig? Jazeker. Meneer, niet correct. Dat is niet normaal. Alle ramen uit auto's, ja? Nee, ziet dat? Je kan aan de andere kant kijken, jij ziet meneer, deze mensen hebben mij letterlijk net geslagen. Je kan hem controleren op zo'n knuppel. Ja, controleren. Meneer, mag even met mij meekomen? Ik wil even uw ID. Ja, dat is niet normaal, joh. Hij heeft waarschijnlijk dit ook niet bij. Dit hij zijn komt de net daders. Daarvan. Hij komt net daarvan. Hij is slecht op. Dit zijn de daders, meneer. Maar u pakt gewoon de goeie, man. Goed zo. U doet uw werk heel goed. Moet ik even uw ID tonen? Ja, het is goed. Het is niet normaal. Ouwe, Nikolai. Hè? Ja, ik zie jou nog wel, ja.
Ik zie jou ook nog wel, hè. Ja, je doet stoer, hè. Moet ik mijn Negans op jou afsturen, of niet? Ja, wie maar jouw kleine katjes. Laat ze komen dan. Jongens, doe rustig. Agent is bezig altijd. Laat ze hier nu meteen komen. Je kleine rat. Meneer, u pakt juist altijd de goede meneer mens pakt u aan, hè. Ah, ik heb geen wapens bij me. Ik vind het niet normaal. Hij heeft mij letterlijk geslagen, meneer. En die weet wat komen die wielrenners te doen? What the fuck? Wat deed hij dan? Een heilige vieze. Ah. Zoals... Jij bent vies. Controleer hem, meneer. Hij heeft een knuppel. Goed, meneer, heeft u voorwerpen bij die ingenieur? Ja, ik heb een knuppel voor zelfverdediging tegen deze ratten. Nee. Ja, ook heb... nog wiet, volgens mij. Een knuppel heb je een tas bij je. Maar je hebt geen tas, dus dat mag sowieso niet. In ieder geval, voor mijn eigen veiligheid ga ik je heel even boeien. Ah ja, doe maar. Ik pak... En u weet niet wat deze mensen hebben gedaan. De lul, heb je al strafblad of heb je nog geen strafblad? Ja, ik heb je moeder. Wat zeg je nou? Ik heb je moeder. Als je nog één keer over mijn moeder zegt, ja, ik heb je moeder. Ik heb je moeder, ja. Heb je dat nou gezegd? Oké, dan wordt een report, want je mag niet schouder tegenover mensen en familieleden, jongen. Doe maar. Dat mag niet. Ja, dat is even overzichtelijk, zeg maar, dat mag je niet doen, dus... Ik kan jou sowieso een report voor RDM, dus dat maakt niet uit. Oké, u bent niet verantwoordelijk verplicht en u heeft recht op een advocaat. Als u daar gebruik van wilt maken, dan mag u dat nu kenbaar maken. Ja, anders heb ik even een vraag voor u. En de vraag is waarom dat u 50 cannabis op zak heeft. Ja, zaken. Dat zijn mijn zaken, hè. Kan ik bij deze ook vertellen dat het ingevorderd is, natuurlijk. Meneer, krijg je strafblad bij je wiet cannabis? Jazeker. Oké, lekker voor jou. Ja, dat maakt mij toch niet uit, joh. Wat gaat doen straf? Want ik wil toch niet bij de politie werken. Meneer, heb je dat is als je strafblad hebt bij ambulance, mag je daar werken? Ik wil niet bij. Ik mag bij de wegenwacht werken, nee, dat boeit niet. Ik ben al bij de wegenwacht, dat boeit helemaal niks, joh. Oh ja, meneer, zal ik even mijn vermomming uitdoen, of niet? Ja, zie je meneer? Hij komt met vermomming, want hij sloeg het niet normaal. Zal ik even mijn vermomming aan doen? Ja, ik mag eventjes het masker opdoen inderdaad. Dat is wel zo fijn als tegen mij praat. Nee, normaal, zo. Joh. Kijk, die meneer, die heeft mij geslagen, maar is... Ja, u kent me nog wel, hè? Van de snelweg en de auto's en de andere. Ja, je wordt toch gereport. Dat is wel een tijdje geleden inderdaad. Ja, al 4, 5 uur geleden, toch? Zoiets? Ja, zoiets. Nee, daar ben ik niet geweest. Oh nee, jij was de ene met de Porsche, kijk naar de achterkant van mijn auto. Ja, of er wel een kenteken op zat. Ja. Weet u het kenteken nog? Nee. Ik weet het nog wel in mijn hoofd hoor. Mooi, in ieder geval, ik ga mijn weg weer verder. Bedankt ja, maar ik wil wel schadevergoeding voor de schade die hij heeft gedaan aan mijn auto eigenlijk. Ja, dat is goed. Dan moet u daar even naar het bureau komen. Dan komen wij even naar het politiebureau. Ja? Yes. Oké, top. Hey, tot zo. Lekker voor jou, hè? Lekker voor jou. Ja, op donder jij. Meneer, ik snap het echt niet. Is het vriendjespolitiek of zo wat u doet? Ik snap dit namelijk niet zo goed, de agent. Nee, dit heeft niks met vriendjespolitiek te maken. Ik krijg een melding van iemand met een honkbalknuppel. En ik tref daar een auto aan die de ramen eruit zijn. En ik tref jou met een knuppel. Snap ik wel. Alleen, waarom die mensen hebben mij letterlijk helemaal verrot geslagen. Maar daar wordt nooit iets tegen gezegd. En als ik alleen met een knuppel iets sla, dan is het gelijk... politie alles, maar als ik een melding maak, ik word verrot geslagen, komt er helemaal niemand. Ja, dan zul je aangifte moeten doen, hè? Ja, of als aangiftewerk heb ik al een miljoen keer gedaan, doen er toch niks mee, joh. Oh, jawel. Ja, dat zie ik echt waar. Het is toch niet normaal, je pakt juist de verkeerde man. Nee, hè? Ja, misschien kan u me pakken voor de cannabis en... De honkbalknuppel, maar dat is terecht met die honkbalknuppel. Hij heeft me kapot geslagen. Ja, maar het is een keuze die je zelf maakt, hè. Het is en blijft verboden wapen. Maar daarom kan je het ook kopen, hè. En het is niet in de zwarte markt. Ja, maar je moet hem gebruiken om ermee te gaan honkballen. Niet om auto's in elkaar te gaan lopen timmeren. Ja, joh. Ja, nu mogen mij wel in timmeren en jullie doen toch niks. Zoals ik al zeg, als je kan aantonen dat ze jou bedreigd hebben en mishandeld hebben. Vraag maar aan de ambulance. Ja, dan moet je aangifte gaan doen. Ja, maar dat helpt niet. Ik ga geen aangifte doen als de politie nooit iets mee doet. Ik heb al een miljoen keer aangifte gedaan, ik hoor er helemaal niks van. Ja, als je geen aangifte doet, dan hou het op inderdaad. Ja, dan kunnen wij er ook niks mee. Houd sowieso op, joh. Echt een klote.
Sound resume. Oké, de 1304 heeft eenmaal aanhouding van de persoon. Inderdaad een honkbalknuppel aangetroffen en daarbij ook nog 50 cannabis. Och, oppassen ze. Dat is mooi. Niet normaal dit. Ja, collega, ik heb maar eventjes die meneer aangesproken met zijn fiets, die stond in het bureau. Oh. Ja. Wat nou een beetje vervelend doen? Ja, hij was een beetje rond het fietsen en hij zei dat zijn portemonnee verloren was. En dat hij misschien bij het omkleden beneden bij het complex was gevallen. Ja, allemaal onzinverhalen. In ieder geval laat ik het je even weten. En ben ik nog goed. Ja, nou, en ik heb intussen alweer een achtervolging. Ja, jongen. Zwarte Porsche. Ja, die Downy weer. Sound muted. Goed, ik ga eventjes, ja, je mag je zich even omkleden. Lukt dat? Nee, oké. Okay. Pompidompidom. Nou, deze meneer die is aangehouden vanwege het hebben van een honkbalknuppel op een plek waar het niet echt handig is. De melding was ook dat de auto in elkaar geslagen was en ik trof inderdaad de wagen aan met de ruiten eruit. Hou eens, daar gaat eventjes iets fout hier. Dus deze meneer die gaan we op afstand even losmaken voor de eigen veiligheid. Dan kan deze meneer zich dadelijk zo. Kunt u praten of heeft hij ineens zijn tong verloren? Hallo? Ja, nou hoor ik u stukken beter. Goed, nou de reden dat ik je heb aangehouden is duidelijk denk ik toch? Nee. Ja. Je krijgt uiteraard ook gewoon een strafblad. Daarin kunnen wij terugvinden waarom jij bent staande en aangehouden bent. Ja, natuurlijk, ja. Top. Momentje, ga ik even papierwerk in orde maken en dan kom ik zo weer terug. Hey. Ja? Boven staan er twee mensen die aangifte doen tegen deze meneer. Ja, klopt. Die hebben een rekening voor deze meneer. Oké. Nou, dan weet u dat. Dan ga ik naar huis. Ja, is goed. Weet iemand welke datum het is vandaag? 10e, 11e. Ik hoor u weer niet. Is het de 11e toch dan? 11e ja vandaag. Maar die zwarte Porsche jumpte echt van de hoogte. Sound muted. ...50 cannabis. Submit. Ja, nee, ik hoor... Verder krijg deze... Wat zegt u? Ik weet niet of u soms praat of niet, maar... ik weet niet, soms nee, hoort... ik ben eventjes het papierwerk aan het invullen. Als u vragen heeft, mag u ze gewoon stellen. Ik kan gewoon antwoord geven. Ik moet eventjes opzoeken... Pum 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 pum.
Bezit van drugs voor verkoop. Het vervoeren van drugs. Aangezien ik hem niet heb kunnen betrappen dat hij het echt daadwerkelijk aan het verkopen was. Dus we houden het bij het vervoeren van drugs. Goed, u heeft de desbetreffende boete ontvangen en u heeft een aantekening. Ik ga even de meneer boven halen, want die betreft de wagen die jij hebt bewerkt met een knuppel. En die zal ook nog het een en ander van jou willen. Of voetstappen? Eentje, meneer de agent, hoe gaat het ermee? Helemaal goed, ik ben op zoek naar de eigenaar van de auto. Ja meneer, u mag het. Dan mag u even meekomen met mij. Tot zo, hè. Hier zo heen? Ja, mag hier de trap af, we gaan maar de trap af. Oh, we gaan naar beneden. Met een zonnesprong, zonder hè? Ja, zonder. Had u veel schade aan de auto, behalve dat de ramen... Ja, alle vier de ramen lagen eruit, maar ik kon nog wel rijden. Dus dat was wel lekker een mooie arco, zeg maar. Ja, oké. Okay. Slechte grappen, ik weet het, ja. Ja, totdat het regent, dan is de grap een stuk minder. Ja, of nou, dat was er echt moeten. Goed, als je nog iets tegen deze meneer wil zeggen, dan mag dat bij deze. Nee, hoef je niet. Ah, ja, zijn telefoon nog. Ja, mijn telefoon is om iemand belt mij. Oh. Nee, ik hoef niks te zeggen met RM. Oké, wat wil je nog van deze meneer? Ik neem aan een schadevergoeding. Ja, gewoon een vergoeding voor mijn auto, dan is dat wel prima. Kunt u mij zo 1, 2, 3 even de kosten benoemen? Ah ja, het is 500 per raam. Het is een Audi A8, dus dat is... Wacht. 1 seconde. Ja hoor. Ah, laat me eens spoken. Dus dat is 2k. Oké, 2k. Ja. Gelukkig was het niet meer Lamborghini. Goed meneer, betreft hier een Audi met 4 kapotte ramen. We hebben even een telsom gemaakt. Dat betekent dat je deze meneer nog €2000 schuldig bent. Ja, kun je deze nou direct betalen? Nee. Daar heb ik nu geen geld voor. Ja, dan zullen we toch even langs de bank moeten, denk ik. Ja, dat hoeft toch nu direct? Oh, zeker wel. Ach joh, ik heb geen eens geld, man. Ik ben helemaal €0. Hallo, ik wil ook schadevergoeding. Dus hè? Als ik jouw naam in het systeem opzoek, dan komt eruit dat jij geen geld hebt. Oké, ik heb al wat geld, maar ja. Volgens mij heb je ook wel €2000 op zak. Nee, niet op zak. Nee. Niet op zak. Nou, dan stel ik... Je mag het via de bank ook schrijven. NL51INGB00324757258, alsjeblieft. Het is gewoon niet te geloven dat deze mensen hiermee wegkomen, jongen. Als jij niet mijn moeder had uitgescholden, had ik jou voorgeschoten. Maar ja, jij doet niet. Nee, het was een beetje omdat dat was... Als jij nog één keer mijn moeder uitstaat, je krijgt grote problemen, hè? Ga je me nou bedreigen? Ja, ik ga je bedreigen. Met wat wil je in de game kapot staan? Goed zo, man. Nee, je gaat zien. Wat ga je doen? Wil je heel even afstand houden? Wat ga je doen? Kom, ja, natuurlijk. Even dagen staan. Ja. Wat ga je doen? Zeg. Nee, hoeft niet. Oké, nou dan stel ik voor dat je eventjes het openstaande bedrag eventjes aan deze meneer gaat overmaken. Ja, maar het is niet alsof ik... 2000 contant nu heb, hè? Nee, je kunt overmaken. Ja, de bank. En nou, 57 ingb 0324527528. Ja, dat onthoud ik ook echt goed. Hier heb je pen en papier, kun je het even opschrijven. Niet slaan, hè? Niet normaal dat ik deze man betaal, want hij me heeft geslagen, joh. Mooi dit. Je hebt je goed geregeld, hoor. Met de politie. Ik heb niks geregeld, jij gaat ergens maar uit afslaan, ja. Meneer! Zeg het eens. Kan ik achter doen? Hij schat mijn moeder uit, hij heeft me net geslagen en zo. Hij schat. Dan heb je bewijs, behalve je woord. Want anders wordt het wel eens niet het verhaal en dan... Alles gefilmd, meneer. Hier heb je tering geld. Ik heb het. En ik mag trouwens altijd achter doen als ik hij heeft het betaald. Hij heeft het betaald, oké, prima. Dan wacht hem alleen nog een gevangenisstraf op van 5 maanden. Ha, lekker voor jou. Wees het in bezit hebben van verdovende middelen die je niet hoort te hebben. Ga slapen. Nee, het is bedtijd voor jou, man. De gevangenis is mijn huis. Nou, iedereen mag in de bed doen. Jullie mogen mij volgen en dan gaan wij het afhandelen met deze. Maar ik moet zeggen, het is 4:15, dus bedtijd is er nog niet echt. Het is net ochtend. Kwart voor 4 is middag, zeg maar goed. Het is nu 4:00. Gaat snel, hè, de tijd.
Jij kan het vandaag hier niet zien, ik kan ik kan alles zien. Ik heb ook geen horloge om, dus ik heb echt geen idee hoe laat het is. Als je wil, kan ik nog wel heel het verhaal vertellen wat er allemaal was gebeurd met die man. Als je zou willen. Nou, als je je verhaal kwijt wil. Dus, nee, ja, maar dan zit ik ook fout, dus geen of dat slim is om te zeggen dan. Ah. Dat is in jou, hè? Ja, dus ik zou het wel zeggen. Volgens mij ben ik je compagnon kwijt. Oh, daar is hij. Oh nee, daar is hij. Nee, die staat beneden. Want als het goed is hij nieuw? Ja, hij moet wel nieuw zijn. Ik ken hem nog niet. Dan ga ik even jouw compagnon halen, want ik dacht dat hij achter ons aankwam. Jij bent nieuw, toch? Ik, hè? Nee. Als we waarschijnlijk nu aan het zoeken. Collega, ik heb hier de man die je zoekt. We hebben hem gevonden. Even out of character, ik was gebukt, sorry. Nee, geen probleem. Nee, maar wil je het verhaal horen? Het is best wel een leuk verhaal eigenlijk als je zo moet kijken. Nou, als je het kort houdt, want ik heb nooit een ander te doen. Ja, ik houd het wel even kort, ja. Ja. Kijk, ik kwam hem tegen, in mijn eentje. Hij had een vriend bij zich en ik heb 2 mooie Lambo's, dus ik denk, ik doe aardig. Ik geef ze allebei een Lambo, kunnen ze gewoon rondjes rijden, toch? Ja. Dus in één keer, ik ga mijn Audi ga ik verkleuren bij de AWB. Dan zie ik hem, met mijn Lambo, gaat hij hem ook verkleuren. Ja. Daar word ik niet zo blij van, toch, natuurlijk. Nee, dat lijkt me ook niet. Dus ik denk, ja, dat gaat wel weg als ik weer mijn garage pak. Nou, kom ik hem in één keer bij Blokkenpak tegen. Probeert hij mijn Lambo in zijn garage te zetten. Dat lijkt natuurlijk niet. Dus dat is wel grappig. Mm-hmm. Kom ik hem even later nog een keer tegen. Gaat hij zeggen, je rijdt tegen mijn auto aan. Ik zeg, weet je, dus, ik rijd niet tegen je auto aan. Dat is niet zo. Maar jij hebt wel mijn Lambo verkleurd. Dus ik denk, ik geef hem even corrigeren dat ik van, dat moet je die verkorten niet meer doen, toch? Ja. Dat is op zich wel, wat is, ja. Ik weet niet hoe je het zou doen, maar ja, het is toch je auto. Nou, niet meer een corrigerende tik. Nee, maar ja. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Nou ja, dus dat deed ik. Dus ik kwam iets harder aan dan ik had verwacht natuurlijk, met de vuist. Mm-hmm. Dus ja, toen lag hij helaas op de grond. Wist niet wat ik moest doen, dus toen bleef ik maar staan. Toen kwam de ambulance, heeft hem omhoog gehaald. Ja, toen ging hij me bedreigen, toen reed ik weg. Maar ja, zijn auto was ook kapot gegaan. Dus toen dacht ik van, ik ga aardig doen. Ik ga hem even vermommen, dan weet hij niet dat ik het was, want hij wou natuurlijk slaan toen al. Mm-hmm. Dus ik vermom me eventjes, daar wou ik hem natuurlijk ook het gekke outfit aan te net. Dus ik ga met mijn Audi, met geblinde ramen, even kijken of ik kon ophalen, want hij moest toch daar weg. Dus ik denk, ik doe nog even aardig. Maar ja, toen begon hij met zijn honkelknoppen tegen mijn auto te slaan. Ja, dat is niet zo slim, hè? Nee, inderdaad. Dus ik ben blij dat jij ons gebeld hebt. Dat is nog een lang verhaal eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Maar wel een leuk verhaal, toch? Wel ja, dat is zeker waar. Kijk, als ik nu een masker op doe, ik ga het, is het alleen dit. Net was het helemaal groot. Ja, ik zou het wel fijn vinden in het openbaar als je gewoon geen masker draagt. Dus nee, maar fijn voor iedereen. Het was meer even voor eigen, dat ik niet wist wie ik was. Ik was een beetje bang voor hem natuurlijk. Oké, duidelijk. Nou, in ieder geval, ik ga jullie allemaal een fijne dag wensen. Hetzelfde. En dan ga ik het afhandelen, yes? Is goed. Oké, succes met de auto. Bye bye. Hoi je. Zo, heftige shit. Hi. Meneer, u heeft niet meer. Dit dan wens ik u nog een hele fijne dag. Ik zit langer in de zaal dan verwacht. Meneer. Ja? Ik zit langer in de cel dan verwacht. Dat vind ik niet eerlijk eigenlijk. Nee hoor. Jawel hoor. Oké. Mag u een paar minuten in voorrest houden, dus daar heb ik aan. Jij bent van de OVD? Yes. Oké, wat is je rank? Even tussendoor. Meneer, vindt u dit eerlijk? Moment, ik ga even deze met deze meneer afhandelen. Ik maak even de cel door open en ik mag zich even gaan omkleden. Ik vind hem een goede politieagent, ik wil met hem praten. Meneer, u mag even luisteren naar mij. Ja? Mijn collega heeft u aangehouden, ik weet niet wat er gaande is. Ik begrijp dat u met mij wil praten, maar mijn collega die heeft uw aanhouding getoetst. Zoals wij dat noemen, dus u mag naar hem luisteren. U mag bij mij, als mijn collega het oké vindt tot ik het overneem of praat, dan is dat zijn beslissing, niet die van mij. Ja, ja. Oké, mogen we hem omkleden? Jij mag zich daar eventjes gaan omkleden. Shit, veel te lang hier. Ja. Ja, ja, ja. Collega, waarvoor zijn je aangehouden? Voor niks.
Ik praat niet tegen u, mag uw mond houden. Dank u wel. Zo. Lekker man.